Waar bij mij de voorliefde voor de HI vandaan komt is, toen ik voor het eerst een HI zag, keek die aan. Ik had echt het gevoel dat ik gelijk contact had met de auto. Dus ja, toen kwam er een soort verliefdheid. Plus, het is een bedrijfsvoertuig. En je kunt er eigenlijk alles mee doen. Je kunt er wat mee vervoeren. Maar het leuke is natuurlijk, je maakt er een campertje van. En ja, je hebt een eigen huisje op wielen. De voorgeschiedenis van deze Citroën H is, hij komt uit de Bourgogne, Frankrijk, in de Nièvre. Van monsieur Christian Bourgeois. Het leuke van deze, van het type H, en later werd het HI, is dat dit een hele vroege is. Het is van 1953. Hij heeft wat unieke details, ook voor die tijd. Hij is gekocht door een Engelsman en die heeft hem verbouwd, meer gecustomized. En die is daar ontzettend druk mee geweest in 3 à 4 jaar. De koets is behouden gebleven, alleen de techniek is totaal anders. De motor die hierin zit is een 2,3, 5 cilinder met de versnellingsbak van de Passat. De achteras is verbreed, die is weer van een BMW en de schijfremmen zijn van Renault. Het leuke is, dit model met de dubbele voorruit maakt het een oldschool surfbusje. Hij is verlaagd met een leuke topsnelheid van 140 à 150 km per uur. Met een 5-versnelling, waarbij ja, de verbazing van de mensen op het gezicht is af te lezen. En eigenlijk als ze doorhebben wat ze gezien hebben, ben je alweer weg. Dus ik vind het erg ludiek om met deze auto te mogen rijden. En ik ben ook trots dat ik hem in mijn bezit heb kunnen krijgen van de beroemde Engelse custombouwer. Ik heb een bedrijf waarin wij alleen dus gespecialiseerd zijn in de Citroën HI. En wij restaureren ze helemaal naar origine. Ik heb er toch voor gekozen om deze te kopen. Omdat het ontzettend veel voorbereidend en denkwerk is geweest om zoiets te verwezenlijken. En aangezien wij eigenlijk volop in het werk zitten, had ik er gewoon geen tijd voor om zoiets zelf weer te gaan bedenken. Dus zodoende heb ik toch overwogen om deze te kopen. Hij heeft nog steeds de uitstraling van het type H, HI. Maar voor dagelijks vervoer is dit natuurlijk wel erg fijn. Een groot trekvermogen, ik kan mijn caravannetje erachter doen. Ja, ik zie me graag rijden altijd in deze auto. Ik vind de kleur fantastisch. Ik heb zelf een aantal details, veranderingen nog gedaan om hem op te leuken. Als ik in Frankrijk ben, op een beurs in Reims bijvoorbeeld, heb ik deze pin-up nog kunnen kopen en die past perfect op de grill. De mistlampen, de anti-brouillard, die heb ik er nog bij kunnen vinden. Een mooie nieuwe originele set, die erop gezet en afgewerkt met mooie knopjes in het dashboard, passend voor de stijl. Dit zijn ook leuke details. Het elfje. Ik laat het jullie even van binnen zien. De Citroën was natuurlijk gebaseerd op een Cubus met de schuifdeur. Dus daar waren ze heel erg door gewild. En het is nog steeds hartstikke praktisch. Je hebt geen openslaande deuren. En je hebt nog steeds een goede instap. Het dashboard is authentiek gebleven. Met de bijpassende en behorende knopjes. Wel zit hier, dit was vroeger de dashboardlaan en daar zit de snelheidsmeter, de toerenteller, brandstofmeter en de watertemperatuur.
De afwerking is mooi met riet, rieten mandjes. En we hebben een eikenhout als aftimmering over het hele geheel. Dat het een beetje een camper is geworden. Met leuke bijpassende behangideeën van het merk Marshall. Ook de lampjes in het plafond zijn van echt glas. Want plastic kan natuurlijk niet. Citroën had goed over nagedacht door achter drie deuren te maken, waaronder de klep. Dan kon je nog een beetje droog laden en lossen. Met de twee deurtjes en de lage instap. En dit model is nog een keertje extra verlaagd. Maakt hem wel heel mooi old school en vintage. We zien hier binnen twee banken. Die kunnen worden omgebouwd tot een bed. Moderne trekhaken eronder gemaakt, waarbij ik heb een hele leuke caravan. Een Mostad Yvonne, Nederlandse makelaardij, wat perfect achterpast in het hele model. Dus verkopen gaat niet gebeuren. We gaan er lekker van genieten en mee op vakantie.